De eerste dichotomie van de MBTI is extroversion en introversion. De vraag die we ons hierbij stellen is: waar haal je je energie uit en waarop richt je die energie? We zullen de Engelse termen gebruiken om verwarring met de letters te voorkomen. Mensen met een voorkeur voor extroversion richten hun energie naar buiten. Ze neigen ernaar om eerst te handelen en daarna te denken. Dit betekent dat ze vaak direct in actie komen en dingen ondernemen. Ze verwerken hun ervaringen en ideeën door erover te praten. Je zult merken dat extraverte mensen vaak expressiever zijn in hun gedrag. Ze voelen zich opgeladen door interactie met anderen en hebben vaak een breed scala aan interesses. Aan de andere kant heb je mensen met een voorkeur voor introversion. Zij richten hun energie naar binnen. In plaats van direct te handelen, zullen zij eerst nadenken en dan pas overgaan tot actie. Ze verwerken hun gedachten en ervaringen liever intern, door erover na te denken. Introverte mensen zijn vaak gereserveerder in hun gedrag en voelen zich opgeladen door concentratie en tijd alleen door te brengen. In plaats van veel verschillende interesses te hebben, zullen ze vaak diepgaande interesses ontwikkelen in een paar specifieke gebieden. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat beide voorkeuren waardevol zijn en dat iedereen een unieke balans heeft tussen deze twee. In deze cursus zullen we verder ontdekken hoe deze voorkeuren je persoonlijkheid en je interacties met anderen beïnvloeden. In de volgende slides zal ik een paar vragen stellen die je helpen nadenken over jouw eigen voorkeur. Deze vragen geven je inzicht in hoe je functioneert in verschillende situaties. Hoe snel begin je met een nieuwe taak? Ben je iemand die meteen van start gaat? Of neem je liever even de tijd om na te denken voordat je begint? Hoe gedraag je je tijdens een vergadering? Zoek je actief het gesprek op en deel je graag je gedachten? Of ben je meer geneigd om te luisteren en eerst te observeren? Wat voor werkplek past het beste bij je? Werk je liever in een drukke, dynamische omgeving met veel interactie? Of geef je de voorkeur aan een rustige plek waar je je kunt concentreren? Hoe ontspan je na een intense dag? Laat je op door tijd door te brengen met anderen? Of vind je rust door wat tijd voor jezelf te nemen? Welke activiteiten doe je graag in je vrije tijd? Doe je graag groepsactiviteiten? Of ben je liever met een hobby bezig waar je alleen van kunt genieten? Denk na over deze vragen. Want ze kunnen je helpen te begrijpen waar jouw voorkeur ligt. Bij extroversion of bij introversion. Mensen met een voorkeur voor extroversion beginnen vaak onmiddellijk met nieuwe taken, zonder veel aarzeling. Ze voelen zich gemotiveerd door directe actie en het maken van snelle voortgang. Dit kan een groot voordeel zijn als je snel resultaat wilt zien. Het nadeel hiervan is echter dat ze soms impulsieve beslissingen nemen, zonder voldoende overweging. Aan de andere kant nemen mensen met een voorkeur voor introversion vaak meer tijd om zich mentaal voor te bereiden voordat ze aan een nieuwe taak beginnen. Ze vermijden hierdoor overhaaste beslissingen en kunnen zaken eerst goed analyseren. Dit helpt hen om zorgvuldig te werk te gaan, maar het nadeel is dat ze zich sneller overweldigd kunnen voelen als er meerdere nieuwe taken tegelijk op hen afkomen. Voor mensen met een voorkeur voor extroversion is het belangrijk om zorgvuldig prioriteiten te overwegen. Om overbelasting te voorkomen. Voor mensen met een voorkeur voor introversion is het advies om regelmatig pauzes te plannen, zodat ze hun energie kunnen opladen en in balans blijven. Deze verschillende benaderingen laten zien hoe extroversion en introversion invloed hebben op ons gedrag in het dagelijks leven.